Welke rol speel je en vertel eens wat meer over je personage? Ik ben Gerard Veldman. En Gerard is een jongen met een grote bek, maar een klein hartje. Het is iemand die ook wel gewoon heel goed weet wat er van hem verwacht wordt en wanneer hij even moet pieken en wanneer hij zijn rust moet pakken. Maar het is ook wel een jongen met zijn problemen en zijn onzekerheden en zijn moeilijkheden. En dat is ook wel iets wat hem naar Frits heeft toegetrokken als jeugdvriend, omdat hij toch ziet dat het goede leven van Frits, dat hem dat positief beïnvloedt. Waarom is het voor jou belangrijk om dit verhaal te blijven vertellen? Het is voor mij belangrijk omdat het een verhaal is wat nooit is opgehouden met actueel te zijn. Vandaag de dag hebben wij nog steeds te maken met dezelfde problemen die toen speelden. Globalisme, één wereldorde, ga zo maar door. Dat beïnvloedt onze leven dagelijks en zelfs wanneer we het niet doorhebben. En ik vind het belangrijk dat we dit in een wat tijdlozer jasje aan een groter publiek laten merken. Waarom moeten mensen volgens jou naar de voorstelling komen kijken? Sowieso omdat het altijd goed is om even uit je comfortzone te stappen als je niet vaak naar het theater gaat. Ik denk dat dit juist ook het perfecte stuk daarvoor is. Het is heel toegankelijk voor eigenlijk een heel breed publiek. Jong, oud. Heb je wel wat met de Tweede Wereldoorlog? Ken je het verhaal van Frits? Het maakt niet uit. Dit is een verhaal dat gaat je aanspreken en dit gaat blijven hangen. Kom kijken. Dankjewel.